mensen zeggen heel vaak van je moet je droom leven. En ik zeg altijd, weet je het zeker? Want het is heel hard om je droom te leven. Want je kan niemand meer de schuld geven. Alle kritiek is ook direct op jou. En als dat dan zo persoonlijk met jou verbonden is, dat is soms moeilijk om daar een verhouding mee te vinden. Mijn cello is mijn zielsverwant. Voor mij is dat het enige instrument waar ik echt mijn gevoel op uit kan drukken. Dus ik ben op zich iemand die heel erg open staat om alles uit te proberen, behalve andere instrumenten. Het is gewoon een ontzettend moeilijk rotinstrument eigenlijk. Het is gewoon, het is zo, je moet daar zoveel in investeren. Wil die ook zo klinken zoals jij wilt? Het is wel de enige constante zo'n beetje in je leven waar je dan wel troost uit put. In die zin dat je denkt van ja, daar kan je altijd op terugvallen. Ik ben eigenlijk een heel bang iemand, maar ik doe wel altijd alles. Dan is er iedere keer iets in mij wat toch weer verder wil en wat toch weer een nieuw aspect wil ontdekken. Ik wil iedere keer weer door en verder en verder. Schoonheid van het menselijk onvermogen eigenlijk. Dat het niks anders is wat de moeite waard is om gewoon alles uit jezelf te halen. En dat is niet makkelijk. En juist hoe dichter je bij je droom komt en hoe dichter je echt gaat voor wat je wil gaan, hoe harder die draken juist gaan roepen allemaal. Ik noem dat de draken of je angsten. Die hebben allemaal gelijk. Dat betekent niet dat je naar ze hoeft te luisteren. Dus ik probeer juist altijd te denken als ik dan zit te huilen in dat hoekje. Zo van ja, ja, oké. Maar ze roepen zo hard omdat ik op het goede pad ben. Ik ben als muzikant begonnen. En toen ben ik heel erg gaan flirten met dansen, met theater. En dat vond ik ontzettend fascinerend. Toen ben ik uiteindelijk dus mijn eigen gezelschap begonnen. Sounding Bodies. Ik word het meest blij als ik het gevoel heb dat er een soort relatie is ontstaan tijdens de voorstelling. Dat wat je probeert uit te drukken met de muziek of met de voorstelling, dat dat aankomt. Dat het een bijzondere ontmoeting is geweest of iets wat het leven de moeite waard maakt. Wat je net even nodig had of wat je wat kracht kunt geven. Want we zijn natuurlijk allemaal stumpers uiteindelijk. We zijn allemaal gewoon ontzettend hard aan het werken om het in het leven zo goed mogelijk te doen. Wat ik altijd heel graag wilde doen, ben ik aan het doen. Dit is echt wat ik ben en wat ik wil.